Welkom of welkom terug. Ik ben Leni en dit is de video voor de nieuwe maan in het teken tweelingen. Die hadden we op 6 juni. Ja, ik ben iets later met deze video, dat heeft uiteraard zijn reden. Ik heb daar eerder deze week wat over gedeeld, onder andere in een video voor leden en ook via de community. Dus mocht je toch wat interesse hebben in mijn eigen proces, ga zeker daar wat lezen of luisteren. Maar voor nu wil ik mij graag focussen op de energie van vandaag, uiteraard nog met de maan in tweelingen en ook het komende weekend. Dus wat heeft deze nieuwe maan ons gebracht of wat kan deze energie ons nog brengen? Ja, we begonnen deze week eigenlijk al met een bijzondere energie, een aparte planeetstand. 6 planeten op 1 rij of in 1 lijn. En dat zorgde al voor een extra hartsverbinding. Ja, toch die energie die wordt aangewakkerd, hè, om ons te verbinden, om de ander te vinden, om ervoor te zorgen dat de ander ons vindt. En ja, mocht je graag nog ook iets meer willen lezen over de bijzondere energie van eerder deze week, de link kan je vinden onderaan de video en ik ga hem ook hier rechtsboven plaatsen. En dan, ja, de nieuwe maan in tweelingen op 6 juni, 6-6 dus. En ja, met die 6-energie hadden we al een bijzonder portaal. En die 6-energie verwijst nog een keer naar pure liefde, naar verbondenheid vanuit het hart en de veranderingen in onze connecties, in onze relaties. Het sociale stukje wordt extra aangeraakt met deze nieuwe maan in tweelingen. En ja, de maan staat inderdaad in tweelingen, maar ook samen met de planeet Venus en Juno. Wie het niet weet, Juno is een asteroïde, als ik het correct uitspreek. Asteroïde, goh, ik moet er een beetje op oefenen. Ja, en die staan ook nog eens voor liefde, relaties. Venus uiteraard wat meer voor het romantische stuk, maar Juno vooral voor de verbintenissen en het engagement, zeg maar. En dat zorgt allemaal extra voor versterking, ook voor de creatieve gevoelens, de romantische intenties in onszelf. Dus alles draait deze week, en zeker ook in de maand juni, om verbinding, medeleven, begrip, emotionele connectie en dat allemaal vanuit een dieper gevoel van liefde. Nu ook uiteraard begrip en medeleven wat we kunnen voelen van de ander. Het is een energie die ervoor zorgt dat wij zelf ook de ander dichterbij kunnen voelen of dat het ons duidelijk wordt met wie we net meer resoneren. Ja, wie open staat voor ons, voor wat wij voelen, voor onze noden, onze verlangens, noem maar op. En ja, waar we ook mee bezig zijn in ons leven, misschien ben jij op dit moment met totaal andere zaken bezig in jouw leven. Uiteindelijk onze relaties en zeker onze liefdesrelaties, ja, die worden heel erg in het licht geplaatst. Het is alsof dat deze energie zegt van kijk nu toch even naar jouw relaties, misschien de relatie waar je in bevindt. Dat kan ook positief zijn, uiteraard, maar het is alsof dat we bepaalde zaken niet meer uit de weg kunnen gaan. Dus alles wat niet meer goed voelt of ja, wat net ons gevoel versterkt, wat ons net een heel goed gevoel geeft, dat wordt extra voelbaar bij deze nieuwe maan. En ja, zeker als het gaat om ons eigen proces, onze eigen groei, ons eigen stuk en waar we ons in bevinden, relaties, spiegelen uiteraard altijd die stukken. Dus ja, vergeet niet, een nieuwe maan brengt uiteraard nog altijd onze aandacht naar binnen. Dus naar wat wij voelen, wat wij nodig hebben, waar wij misschien ook dingen missen of waar we net iets te veel voelen. Dus een nieuwe maan is altijd een goed moment om even aan introspectie te doen, te gaan voelen van wat doet dit met mij? Wat brengt dit in mij in beweging? Wat maakt mij nerveus of wat geeft mij net een goed gevoel? En ja, deze keer specifiek, hoe staan wij in relaties en in hoeverre durven wij ons gevoel te volgen? De tweelingen heeft sowieso die rationele mentale energie. Ik kom daar straks nog even op terug. En het is een beetje balans durven vinden. Dat geldt trouwens voor de hele maand juni, zeker de eerste 2 weken. Van ja,
Ons denken is heel sterk aanwezig. Ons hart. Ja, laat ons van alles voelen. Hoe kunnen we die twee samenbrengen? Hoe kunnen we daar een bepaalde harmonie in vinden? Nu, liefde is op zoveel manieren in ons leven aanwezig. Uiteraard in onze romantische verbindingen, maar ook in vriendschappen, andere relaties. We kunnen misschien zelfs een beetje liefde voelen bij bepaalde mensen die we gewoon eenmalig tegenkomen. We hebben allemaal onze unieke manier om liefde te beleven. Ook in de dingen die we doen, in onze creatieve activiteiten. En ja, hoe we liefde geven en ontvangen, daar hebben we ook allemaal onze eigen manier om daarmee om te gaan. En we hebben allemaal uiteraard onze pijnstukken wat liefde betreft. Maar tegelijkertijd is liefde zo krachtig. Hè? Het is een heel sterk iets hè, wat ons kan verbinden, ten eerste met onszelf. Want uiteraard de liefde voor onszelf is het allerbelangrijkste. En ja, het is ook de liefde die ons aanzet om dingen in beweging te brengen, om ons gevoel te volgen en gewoon ons unieke zelf te zijn. Ja, ik kan over liefde nog heel erg veel doorpraten, maar het is wel door liefde dat we tot heel veel in staat zijn. Dus blijkbaar op dit moment toch even interessant om daar bij stil te staan. We beginnen dus steviger in onze liefde te staan. En we kunnen stilaan beter voelen waar de liefde ons heen wil. Waar ons gevoel ons naartoe wil. En ja, dat kan ervoor zorgen dat we ook in liefde heel anders naar dingen gaan kijken. Met de maan in tweelingen. En algemeen tweelingen ook, de zon staat in tweelingen, krijgen we meer zin in verbondenheid, samenwerking, samenkomen. Maar dan vooral vanuit pure liefde, puur begrip, pure connectie. En ja, die maan in tweelingen kan ons extra nieuwsgierig maken naar nieuwe zaken, nieuwe connecties, dingen die we toch ergens willen gaan verkennen. Dus we gaan dieper in de verbinding. En we voelen ook dat we ons veel meer of makkelijker open kunnen stellen. Nu, mocht je merken dat je het nog wat moeilijk hebt met je open te stellen, of mocht je nog wat minder fijne relaties hebben in jouw leven, weet dan dat er nog een zeer sterke mentale energie aanwezig is. En dat het misschien kan zijn dat jij nog een beetje dat evenwicht zoekt, of dat het voor jou interessant kan zijn om een manier te vinden om ook jouw gevoel wat meer naar voren te brengen. Dus wees vooral heel zacht voor jezelf. Dus mocht je die openheid nog niet helemaal merken of voelen, weet dat er ook nog een zeer mentale energie aanwezig is. En het is inderdaad een kunst om balans te vinden tussen denken en voelen. Nu, om die harmonie meer in jezelf te vinden, kan je met deze nieuwe maan en zeker ook met de energie tot de zonnewende, die kan je sowieso goed gebruiken. Nu, ik zal het zo meteen in de extra video voorleden hier wat verder over hebben. Dus als je graag verder kijkt, de link vind je onderaan de video. En als het goed gaat, ook hier rechtsboven in beeld. Nu, dit weekend plaats ik ook het raster met de Love Flow. Ik vind het toch nog altijd die zacht paarse, ja, liefdevolle energie. Daar ben ik nu eigenlijk al sinds de vorige volle maan in boogschutter al mee aan het werk en ik blijf daar nog eventjes bij. Dus mocht je bijvoorbeeld een persoonlijke sessie willen met deze kristallen, dat is uiteraard ook altijd mogelijk. Doe vooral waar je je aangesproken tot voelt. En mocht je ook graag een persoonlijke videoreading willen, dus een vooraf opgenomen reading, als het goed is, zie je de link ook in beeld rechtsboven. En ja, alle informatie vind je ook onderaan de video. Ik ga de kristalletjes even overlopen die ik in beeld heb. De meeste had ik ook al geplaatst voor de video Algemene Energie voor juni. Nu helemaal rechts in beeld de druifagaat. Ik vind die persoonlijk heel erg passend bij de energie op dit moment. Ik heb zelf zo'n een heel klein druifagaat hartje. Ja, deze week al bij mij. Dat past fijn in mijn broekzak en ik kan het ook gewoon, het past ook heel mooi in mijn hand.
Dus mocht het jou interesseren, je vindt die ook altijd op mijn website. De lavendelkwarts, net rechts hier naast de kaars, dat is amethyst met dumortieriet. Dus een zeer zacht paarse met wat blauwige tinten. Bergkristal heb ik altijd in beeld. En ja, deze Auralied kwam voor mij vandaag, zeker vandaag, dus nu net de dag na de nieuwe maan ook naar voren. Ja, het is een combinatie van verschillende kristallen. Jullie zullen het waarschijnlijk wel zien, onder andere uiteraard amethyst. Maar alle informatie daarover vind je ook op mijn website. Ik heb zowel de ruwe stukken als deze gepolijste stukken daarin. Dus ik vond deze vandaag heel sterk naar voren komen. Dus vandaar dat ik hem ook in beeld heb geplaatst. Ja, en dan gaan we naar de kaarten. Eens kijken wat er zich aandient vanuit de energie op dit moment. Nu hou rekening mee. Hè. De energie van de nieuwe maan, die blijft zeker nog een dag of twee, drie heel sterk aanwezig. Maar we hebben dan uiteraard het hoogtepunt al wat achter de rug. Dus dat zou kunnen zijn dat in deze kaarten wat meer de energie voor komend weekend of de komende week, volgende week naar voren komt. We zullen eens kijken naar... Ik ga specifiek de vraag stellen. Nieuwe maan in tweelingen. Tarot van het goede gebruik ik wel graag als er wat meer mentale energie aanwezig is. Zoals in een luchtteken, zoals tweelingen. En ik heb er dan ook voor gekozen om de korte persoonlijke readingen met deze deck te doen. Ik heb die trouwens een klein beetje aangepast. Dus ik ga met wat meer inzichtskaarten werken in die persoonlijke readingjes. Oké, nieuwe maan, juni, de zon is eindelijk aanwezig vandaag. Ik heb al mijn portie zon gehad vandaag. Het doet deugd. De zomer mag gaan komen. Oké, in de basis, centrale thema. Het duurt eventjes en dat mag. Oké. Zes van aarde. Goh, er zal een reden zijn. Deze kaart mocht echt naar voren komen. Ja, zes van munten staat letterlijk voor het geven en nemen, uiteraard. Het is ook een relatiekaart in de tarot. En ergens wil dat zeggen dat we misschien de afgelopen tijd, voor sommigen kan dat de afgelopen maanden, misschien zelfs jaren zijn geweest, maar nu, hè, we laten eigenlijk misschien een klein eenzaam stukje achter ons of een periode waarin we ons wat alleen kunnen hebben gevoeld. Of misschien net waarin we toch net alleen willen zijn of wilden zijn. Dat geldt voor mij persoonlijk. Ik merk dat ik nu stilaan toch een beetje uit mijn cocon aan het komen ben. Dus ja, deze kaart zegt letterlijk het alleen zijn, op onszelf zijn. Dat stuk laten we definitief achter ons en we gaan eens voelen. Wat geven we? Wat ontvangen we? En dat is een kaart die letterlijk aangeeft alles wat we geven, op welke manier dat ook is. Hè, of dat net jouw aandacht is, jouw aanwezigheid of iets in de energie. Dat krijg je op een of andere manier wel terug. Dus dat is een soort van evenwicht. Maar zes energie staat uiteraard ook voor het verder gaan. Dus we gaan verder in onze, specifiek onze relaties, maar ook de manier waarop we ons verbinden. En dat is zo'n beetje een zoekende energie van, met wat voel ik me verbonden? Met wie? Wat voelt in evenwicht? En zo verder. Nu, ik krijg hier de koningin van lucht. Dus hier hebben we die denken-energie, die rationele energie. Nu, dit is een kaart die aangeeft dat we wel opkomen voor onszelf. Een stuk assertiviteit, blijkbaar dan toch specifiek in relaties. Hè, dat we gaan zeggen, oké, dit vind ik belangrijk. Dat verwacht ik misschien van de ander of deze plek wil ik innemen. Het is meer die energie van, oké, dit is mijn plek. Dit is waar ik voor sta, waar ik in geloof, wat ik belangrijk vind. Maar vanuit een beetje zelfzekere energie, koningin energie vind ik altijd een zelfzeker stukje hebben, maar vanuit ons denken of hoe we naar de zaken kijken. Ik vind hier met de uil eigenlijk ook, het is rustig bij onszelf, van dit is wie ik ben. En
bij deze energie. En ik ben benieuwd uiteraard hoe jullie dit ervaren. Laat het zeker achter in de opmerkingen onderaan de video als je daar iets over wilt delen. Dus omdat deze energie zegt, we blijven nog heel dicht bij onszelf. We zijn aanwezig, we zijn stevig, we zien de dingen. De ogen op deze kaart zeer aanwezig. We zien heel veel. Het is een kaart die niet heel veel beweging aangeeft. Er zit niet heel veel. Ik heb niet het gevoel dat we al een stap vooruit kunnen zetten. Het is echt van, oké, voelen, wie ben jij, hoe wil je aanwezig zijn, wat is voor jou belangrijk. En wat ik in vorige video's en readingen ook al had, van laat de dingen vooral naar jou toe komen. Blijf trouw aan jezelf. Mijn aandacht wordt ook naar deze hanger hier getrokken, misschien meer het hartchakra. Wees aanwezig, weet waar jij in gelooft of wat er voor jou belangrijk is en laat het naar jou toe komen. Nu, communicatie en tweelingen, of lucht en tweeling staat voor communicatie. Dus ik heb je zoiets van, oké, er zou misschien wel eens een energie aan kunnen komen die wat voor verheldering zorgt in gesprekken of door gesprekken. Maar dan vermoed ik dat het vooral zal komen omdat wij ergens gegroeid zijn in ons geloof. Vooral geloof en vertrouwen in onszelf. En dat kan zorgen voor wat verhelderende communicatie. En ja, ik zag vorige nacht, ik heb dat trouwens ook gedeeld via de community, zag ik de Schumann resonantie en keek even numerologisch naar de energie. En ik zag daarbij ook van, oké, het zou kunnen zijn dat we kunnen merken dat er bepaalde dingen gebeuren. Vooral in relaties waar het wat moeizaam is geweest. Of misschien zelfs weinig of geen contact is geweest. Of wat oneenigheid. Dat daar toch iets in keert. En dat we dat kunnen merken. Dat de ander ons tegemoet komt. Of dat er dingen gebeuren die ons een beetje confronteren met de ander. Maar vanuit een beetje meer vergevingsgezinde energie. Maar het is nog een begin hoor. Het voelt voor mij eerder als een begin. Die kleine stukjes die kunnen bewegen, die eerste kleine stapjes die kunnen gezet worden naar een meer zachtere benadering. Iets makkelijker. Kijken wat we een beetje achter ons laten, wat we eigenlijk al weten, waar we ons bewust van zijn. Ja, de transformatie was letterlijk de energie van de maand mei. Dus die laten we achter ons. En blijkbaar zijn we ons daar bewust van. Dat we bevinden ons nog in de ommekeer. Maar het echte afsluiten, dat hebben we achter ons. Dus het is meer de transformatie in onszelf. Ik zie hier trouwens heel mooi de ster. Het helende stuk in onszelf. Maar wij die rust kunnen vinden. Vooruitkijken. Het is nog altijd op korte termijn. Maar we durven stilaan vooruitkijken. Het is letterlijk een kaart die zegt van blijf positief. Ook al zie je het op dit moment misschien nog niet. Blijf positief. Hoopvol. Blijf hoopvol. Let ook een beetje op je gedachten. Want we zitten echt volop in die ommekeer, maar in die beweging vooruit. Ja, en ik zeg dan wel transformatie. Uiteindelijk is het wel verandering, hè? Dus we voelen van niks blijft nog hetzelfde. We zitten in die beweging. Er zijn altijd bepaalde cycli. Een cyclus waar we doorheen gaan. Maar we kunnen nu echt die beweging voelen van, ja, het is uiteindelijk ook de kaart van de dood, hè? Dus de dood en de wedergeboorte, dus dingen die opnieuw tot leven komen of heel nieuw in ons leven komen, dus dat daar eindelijk wat beweging en verandering in zit. Ja, zeker ook met de ster hier, krijg ik daarbij het gevoel van laat het maar gebeuren. Laat het gebeuren, vertrouw erop, ook als er misschien op het eerste zicht iets minder positiefs in jouw leven gebeurt. Blijf positief, blijf vooruitkijken. Laat het gebeuren. Oké. We nemen het mee. Het onbewuste stuk, dus wat is er nu in de energie? Waar kunnen we naartoe werken? Wauw, dat is wel een heel mooie kaart. Ik vind ze ook heel, heel mooi. En het past bij wat ik daarnet wilde zeggen. Je ziet hier de koning van water, van bekers, die zich openstelt naar dit visje toe. Ik zei daarnet al, we kunnen merken dat zaken die minder vlot zijn gegaan, of misschien in bepaalde relaties waar het minder vlot is gegaan, dat daar toch een emotionele toenadering is.
Dat kan ja, uiteraard het stukje in onszelf. Hè. We gaan ons wat meer openstellen. En de koning van water staat voor mij specifiek voor het een volwassen stukje in het emotionele. Dus we zijn gegroeid. We hebben onze plek ingenomen. Gevoelsmatig. We zijn geheeld. Het is een kaart die aangeeft dat we steeds meer in balans zijn met onszelf. Dat we heel veel stukken in onszelf hebben geheeld. Dus blijkbaar zijn we ons daar niet bewust van dat we ergens een bepaalde rust vinden. En dat kan misschien voor sommigen inderdaad wat dubbel zijn. Want er is heel veel onrust aanwezig. En deze kaart zegt van ja, we komen net heel erg in onze rust. Waardoor we net heel ontvankelijk, heel openstaan durven. Ja, dingen toelaten, ons durven laten raken. En dan krijgen we hier vuurenergie. Koningin van vuur. De tweede koningin die hier naar voren komt. En ja, ik zei het daar straks al, dat is voor mij altijd zelfvertrouwen. En zeker in deze vuurenergie. Dus ergens is er... Het zou kunnen zijn, voor sommigen, in onze mannelijke energie, dat we wat zachter worden, dat we ons inderdaad wat meer gaan openstellen. Die ratio die ook wel aanwezig is, maar in alles wat we doen, in alle uiteraard verbindingen die we maken, dus de beweging naar iets of iemand, dat we merken dat we daarin zachter worden, vanuit het collectief. Hè. Uiteraard dat de ander ook wat zachter wordt in de benadering, maar dat we vanuit onze vrouwelijke energie, we nemen onze plek in, we voelen wat we voelen, we vertrouwen ook op onze intuïtie en we vertrouwen dus ook op onszelf. Dat is wel zeer mooi, vind ik. Eens kijken naar de energie rondom ons. Wat steunt ons? Wat daagt ons uit? Wat kan ons misschien nog een klein beetje afremmen? Of wat kunnen we voelen? Oké, en dat zijn eigenlijk twee kaarten. Oh nee, toch niet? Oké, 9 van aarde. Onafhankelijkheid en zelfstandigheid. En de 5 van water. Dat is letterlijk afscheid nemen. Ik zei daar straks al, oké, we kunnen ons een tijdje alleen hebben gevoeld. Of misschien bewust alleen zijn gebleven. Ons en wat hebben afgezonderd. Blijkbaar was dat nodig om afscheid te nemen van iets. Dat is echt letterlijk een stuk verwerking. Goh, en dit komt bij mij persoonlijk heel erg binnen. Een stuk verwerking. Zaken die ons in het verleden heel erg hebben geraakt. Daar waar we de ander hebben gemist. En we zitten natuurlijk in het stuk relaties. Daar waar we de ander hebben gemist. En ik word hier, ja, dit raakt mij heel erg. Ik ga daar straks voor mezelf wat meer mee aan de slag. Maar, ja, of misschien straks in de vervolgvideo eventjes voelen wat dit net wil zeggen. Want dit komt uiteraard ook uit het collectief. Daar waar we de ander hebben gemist. Dat kan teruggaan naar onze kindertijd, waar we misschien er altijd alleen voor hebben gestaan. Hè? Dat, ik denk dat dat ergens voor iedereen geldt, voor de ene wat meer dan de andere. Daar waar we ons niet altijd gesteund hebben gevoeld. Momenten waarop we hebben gezegd van oké, ik zal het wel alleen doen. Ik hoef toch niet op anderen te rekenen. Ik trek mijn plan wel, zeg maar. Want dit is een energie die van buiten komt. En ja, ik krijg het gevoel, het zou kunnen zijn... Ook al is dat niet echt in het praktische stuk, hè, dat iemand letterlijk naar ons toe komt om te zeggen van sorry, ik heb jou wat in de steek gelaten of ik ben er niet altijd voor jou geweest. Het zou kunnen zijn in de energie dat daar iets verschuift, waardoor we kunnen voelen van oké, of we nu ons nu op maatschappelijk vlak of door onze ouders of eender wie in ons leven of misschien zelfs in vorige levens, daar waar we ons niet echt gezien hebben gevoeld, het gevoel hebben gehad dat we er alleen voor stonden, dat we ja, in ons eentje voor onszelf moesten zorgen, hè, dat onafhankelijke maar bijna niet anders kunnen, dat we voelen dat daar iets definitief in wordt geheeld en dat we ja, dat stuk definitief achter ons laten. En het zou me niet verwonderen in het collectief hè, dat dat wordt geheeld of dat we voelen dat er iets... goed gemaakt wordt. Zo voelt het voor mij. En ik vermoed dat dat niet letterlijk hoeft te gebeuren. Dus dat we niet letterlijk excuses hoeven te krijgen. Of dat niet letterlijk iemand komt zeggen van oké, ik was er niet voor jou. Het kan uiteraard. Maar dat we dat kunnen voelen. Dat we in dit leven of misschien zelfs vorige levens hè, er
vaker alleen voor hebben gestaan, emotioneel niet altijd gezien zijn geweest. En goh, ik voel dit heel erg bij mijn zonnevlecht. Ja, dat dus. Hè. Dus ik denk dat de boodschap wel duidelijk is. Ik ga gelijk verder, want ik voel heel veel bewegen in mezelf. Nu, omgekeerd wil dat zeggen van ook al focussen we ons op onze onafhankelijkheid, we kunnen merken, ook al vragen we er niet om, dat er toch mensen zijn die zeggen van hey, zal ik jou even helpen? Heb je hulp nodig? Kan ik iets voor jou doen? Dat we toch, ondanks het feit dat we zeggen van okay, ik kan dit zelf wel. En dat is iets wat ik uiteraard ook al heb gemerkt de laatste 2 weken. Dat er toch mensen zijn die zeggen van hey, kom aan, kan ik iets voor jou doen? Is er iets waar ik jou mee kan helpen? Dus dat we dan merken dat die energie van buitenaf komt. 9 van aarde is trouwens ook een energie die zegt van okay, we hebben al wat opgebouwd. We zijn die laatste steentjes bovenop aan het leggen. En dan kunnen we ook in het materiële steviger staan in het leven. Voor sommigen kan dit zijn dat het de laatste stapjes zijn vooraleer er bijvoorbeeld heel specifieke hulp komt. Praktisch, financieel, materieel. Dus dat zo het laatste stuk is van okay, zorg nog even voor jezelf. Dat is wat deze kaart wil zeggen. Zorg nog even goed voor jezelf. Kan ook, het is ook de gezondheidskaart. Zorg voor je gezondheid, zorg voor je welzijn. Het financiële, materiële stuk, dat komt wel. Van dat is dan weer de volgende stap. Dus ja, er zit veel in deze kaart. Wauw. Een inzichtje, of waar mogen we ons op focussen? Ja, ik vind dit een bijzondere reading en het strookt ook wel heel erg bij mij. En hier hebben we ze nog een keer. Ik heb die daarnet al uitgelegd en de kaart spreekt heel erg. Dus laat deze gewoon binnenkomen. Deze zegt letterlijk, sta voor jezelf. Blijf trouw aan jezelf. Waar jij in gelooft. Vertrouw op jezelf. Neem je plek in. Goh, ik heb niet het gevoel dat ik hier nog hoef te zeggen van okay, geef je grenzen aan. Deze kaart geeft mij eerder de indruk van je hebt je grenzen al aangegeven. Kijk nu hoe jouw omgeving op jou reageert. En ik krijg de maan. Het ongeziene, het mysterieuze. Onze schaduwkantjes een beetje, maar wel die vrouwelijke energieën. Ik vermoed met deze nieuwe maan dat dat ervoor zal zorgen dat we vooral vanuit onze vrouwelijke energie gewoon onze plek innemen, gewoon aanwezig zijn en de rest laten gebeuren. Zoals eerder gezegd, van laat het gebeuren. Dat was denk ik bij deze kaart dat ik dat kreeg van laat het maar gebeuren. Blijf trouw aan jezelf. Weet hoe jij naar de dingen kijkt. Je hebt je grenzen blijkbaar al aangegeven, dus kijk maar hoe het leven daarop reageert. Ik zal er zo meteen nog even dieper op ingaan in de vervolgvideo. En dan even kijken, waar brengt het ons heen? Wauw. 10 van water, 10 van bekers. Complete harmonie, compleet geluk. Emotioneel geluk dan. Vooral het emotioneel-energetische stuk. Wauw. Oké. Nog even onderaan kijken en hier hebben we de vrouwelijke energie. Het zou me niet verwonderen. Vraag me niet waar ik het dan vandaan haal, omdat het in de kaarten komt met heel veel vrouwelijke energie, koningin en nu de keizerin, dat deze nieuwe maan een stuk rust brengt in ons vrouwelijke stuk. Dus intuïtief in alles wat we aanvoelen, dat we merken van okay, hier kunnen we mee omgaan met onze gevoeligheid, onze hooggevoeligheid. En uiteraard hè, onszelf voeden, er voor onszelf zijn. Ik kreeg daar net ook het gezondheidsstukje wat naar voren. Dus dat deze nieuwe maan ervoor zorgt dat we, ja, zoals het bij mij ook letterlijk was, hè, gisteren even voor mezelf zorgen. Zorgen dat ik fysiek helemaal op en top weer ben en dat ik weer verder kan. Dus ik denk dat het voor velen zo zal zijn van je lichaam wordt sterker. En dat het misschien een bevestiging is van, jouw lichaam kan dit aan. En zeker ook met deze gevoelskaart, hè, van wat we ook voelen. En het zou me bijvoorbeeld niet verwonderen dat, al wie daar heel erg gevoelig voor is, hè, voor emoties die dan uiteindelijk een weerslag hebben op ons fysieke lichaam. Want ik geloof dat hè, heel veel klachten ook hè, een onderliggend emotioneel stuk hebben. Uiteraard niet alles. Ik moet een beetje opletten met wat ik zeg. Maar jullie begrijpen mij wel. Hè? Uiteindelijk, emoties kunnen bepaalde zaken versterken of hoe we bepaalde zaken aanvoelen.
En ja, dat geeft gewoon mij zo de indruk van, oké, wat er ook emotioneel gebeurt in ons leven, want zeker met dat, noem het even het volwassen emotionele stuk in onszelf, van wat er ook gebeurt in ons leven, we kunnen daarmee om. En het lijkt ook van, wat ons emotioneel ook raakt, het gaat minder een weerslag hebben, een fysieke weerslag dan op onszelf. Of kunnen voelen dat ons lichaam veel meer aan kan. Omdat we net ook hebben geleerd om ja, meer in die emotionele flow te gaan. En ik ga uiteraard ook met de love flow verder werken komend weekend. Dus ik ga me hier zelfs eventjes in beeld plaatsen. Even kijken of die in beeld komt. Het is ja, die zacht paarse kleur. Vooral zelfliefde. De liefde laten doorstromen. Laten stromen in onszelf. En ja, die paarse kleur, het is uiteraard een zeer spirituele kleur. Het doet me ook vaak denken aan een beetje stierenergie. Dus meer het aardestuk in onszelf. En ons ja, het fysieke stuk. Dus tegelijkertijd durven voelen, maar ook voelen dat ons lichaam stevig is. Dat we zelf stevig staan. Dat we voor onszelf kunnen zorgen. Dat we gevoed worden. Dat we kunnen gronden, aarden. Contact maken met de natuur of onze natuur. Nou, dit is voor mij een... Ja, ik zeg altijd dat het een mooie of speciale reading is. Maar ja, ik vind dat deze ook... ja, dit is een bevestiging voor mij. Ook een soort van geruststelling. Dus ja, ik ben zeer benieuwd hoe jullie dit ervaren. Laat zeker iets achter in de opmerkingen. Like deze video alsjeblieft. Daar doe je mij een enorm plezier mee. Deel hem met de mensen die je kent. Waarvan je denkt dat zij iets aan deze video kunnen hebben. En ja, uiteraard een donatie, hoe klein ook, hè, is ook zeer welkom. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dus gewoon abonneren op mijn kanaal. Dat blijft gratis, altijd al gratis geweest. Dus dan word je op de hoogte gebracht van gewoon van mijn nieuwe video's. En als je lid wil worden, en dat kan dan al als je de video's wil bekijken, vanaf €4,99 per maand. Dus dat is misschien ook een optie. Dus ga het zeker eventjes bekijken. Oké, nou dan ga ik jullie een heel fijn weekend wensen. Dank je wel voor het kijken. En ja, zoals de kaarten hebben aangegeven, laat het gebeuren. Weet dat de dingen gebeuren in jouw hoogste goed of wat jij nodig hebt op dit moment. Dus ja, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Heel veel liefs. Dag.